Je aan het opnemen? Doe maar. Doordat de aandeelhouders niet hebben gestemd. Direct het vorstigste zie. Ja. Doordat de aandeelhouders nee hebben gestemd, dreigt het Fortis dossier in een... Doordat de aandeelhouders nee hebben gestemd, dreigt het Fortis dossier in een maandenlange juridische strijd verwikkeld te geraken. BNP Paribas kan zich... Ik had hem! Doordat de aandeelhouders nee hebben gestemd, dreigt het Fortis dossier in een maandenlange juridische strijd verwikkeld te geraken. BNP Paribas. Me stond te koel. Oké. Doordat de aandeelhouders nee hebben gestemd, dreigt het Fortis dossier in een maandenlange juridische strijd verwikkeld te geraken. BNP Paribas kan zich spontaan terugtrekken. Oké. Waardoor de overheid zit opgescheept met een verlieslatende bank. Tom Drossaerts voor de VRT-journaal. Vanuit Brussel. Ja. Doordat de aandeelhouders nee hebben gestemd, dreigt het Fortis dossier in een juridische strijd verwikkeld te geraken. Aan de lange juridische strijd. Ik heb niet zo'n thuis gemaakt, maar alles gekregen. Doe maar. Maar staat dat al uitgerukt? Zie je mijn dingetje zo omhoog gaan? Oké. Doordat de aandeelhouders nee hebben gestemd, dreigt het Fortis dossier in een maandenlange juridische strijd verwikkeld te geraken. BNP Paribas kan zich spontaan terugtrekken, waardoor de Belgische overheid zit opgescheept met een verliefslatende bank. Tom Drossaert voor het VRT-journaal in Brussel.